De Rotary Club Paramaribo Central heeft vanmorgen 8 perfusorpompen gedoneerd aan de afdeling Neonatale Intensive Care Unit van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De pompen komen uit Nederland en betekenen meer overlevingskansen voor prematuur geboren baby's. Met deze pompen kunnen deze patiënten gedoseerd per gewicht en op de millimeter per uur nauwkeurig de juiste medicatie toegediend krijgen. Dat zegt Mohamed Safir Lisdek, kinderarts en neonatoloog. En het mooie van deze pompen is, behalve dat je kan aangeven hoe snel je moet lopen, is dat hij ook alles controleert. Is dat het juiste gewicht, je programmeert het juiste gewicht in zo'n pomp. En hij kan tot 2 cijfers achter de komma precies berekenen hoeveel zo'n patiënt zou moeten krijgen. Dus behalve dat we met deze pompen ook meer patiënten kunnen helpen, is de patiënt veiligheid ook beter geworden. En is er dus nu weinig ruimte om fouten te maken. Nou, nogmaals heel erg bedankt voor het doneren van deze pompen. En deze pompen worden met name veel gebruikt op de NICU en de PICU. De NICU staat voor Neonatale Intensive Care Unit. Dat zijn voor de kinderen die pasgeboren zijn tot ongeveer een maandje oud. En de Pediatrische Intensive Care Unit zijn voor de kinderen die dan ouder zijn. En dit zijn niet normale pompen, het zijn speciale pompen waarbij je echt allerlei medicatie op een gecontroleerde wijze patiëntveilig kan toedienen aan patiënten. Shirley Souma Sumter, president van de Rotary Club of Paramaribo Central, is dankbaar dat ze met de donatie kan voldoen aan hun jaarlijkse thema welzijn en gezondheid, waarmee ze de gemeenschap een dienst leveren. En er zijn natuurlijk verschillende categorieën van doelgroepen, ouderen, maar ook jongeren. En zeker deze jongeren die aan het begin van hun leven zo'n moeilijke start hebben. En u weet, de jeugd staat voor de toekomst. Dus we kijken natuurlijk zeker naar deze doelgroep. En hoeveel pompen zijn er inmiddels? 8 pompen. 8. En, ik heb net begrepen dat afhankelijk van de gezondheidssituatie van een patiënt, er 2 of soms 8 pompen nodig zijn. Dus in het slechtste geval is dit voldoende voor 1 kind. Ja, de boodschap is dat we zoveel als mogelijk moeten proberen te voorzien in de behoeften van de gemeenschap. En onze club doet daaraan mee, maar er zijn natuurlijk zoveel andere groepen die we nodig hebben om de noden in de gemeenschap te lenigen. Dus laten we samenwerken als verschillende groepen om te helpen. Een van de grote voordelen van deze nieuwe pompen is dat bij een heel ziek kind, dat bijvoorbeeld 8 verschillende medicijnen moet krijgen, er 8 perfusorpompen tegelijkertijd kunnen worden aangesloten.